De leverheid staat een beetje onder druk in Nivelsmeer, geloof ik. Nou, een beetje heel erg, hè. We hebben al niet zo heel veel meer. Winkels verdwijnen en als nou ook nog de bushalte komt te vervallen, dan denk ik niet dat dat goed is voor de leefbaarheid. Wat heeft dat voor consequenties voor uw school? Voor de school nog niet zozeer direct, maar vooral voor de kinderen die bij ons van school afgaan. Die missen daardoor een verbindingsmogelijkheid naar Bergen-op-Zoom. En u kunt zich voorstellen dat dit in dagen waarin weer een winterrol speelt, dat het fietsen vanuit Vosmeer, 20 kilometer, toch wel een heel hachelijke onderneming gaat worden. Ik heb het vroeger altijd moeten fietsen en het is niet altijd een pretje, toch zeker niet als het regent of waait. Je kan natuurlijk ook een been breken, dan kun je niet meer fietsen. Mm-hmm. En de tijden zijn ook veranderd. Ik bedoel, het is ook geen pretje, denk ik, voor een als ouder zijnde om je kind 20 kilometer door de polder te moeten sturen. De kinderen, zijn die zich een beetje bewust van het feit dat ze daar straks problemen mee gaan krijgen? Die begrijpen het probleem heel goed en zijn daar ook, ook wel tegen die vinden dat ook wel vervelend dat die situatie zou gaan ontstaan. Mm-hmm. Ze proberen dus ook met ons aan te haken om met alle macht te proberen om in ieder geval de gemeente zover te krijgen daar nog eens te heroverwegen. We zijn de bevolking gaan mobiliseren met een handtekeningactie. Dat liep meteen storm? Dat liep op zich meteen goed. Ik heb een aantal vrijwilligers gevonden. Daarmee hebben we zaterdagmiddag zijn we de deuren langs gegaan. We zaten op 800 handtekeningen. Er zijn er net 200 bijgekomen van de school. Dus daarmee bereiken we het aantal van 1000. Denkt u het tij nog te kunnen keren? Het tij helemaal keren durf ik niet te zeggen, maar ik denk wel dat ik nog iets kan redden. Succes! Dank je. Alleen die bus, die moet terug!